Hoi. Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd. Op social media wemelt het van filmpjes met leedvermaak, pranks en hilarische challenges. En er lijkt een non-stop aanbod van prikkelende gifjes te zijn. Maar voor veel andere vormen van humor heb je woorden nodig. Of het nu gaat om een mop, een woordspeling, een typetje of een keiharde opmerking. Het is de taal die de lach tevoorschijn tovert. Jullie hebben allemaal een voldoende. Yes! Behalve jij! In het handboek van Kern vind je verschillende theorieën over humor. De vraag waarom iets grappig is of waarom humor zoveel verschilt tussen mensen, maakt het hele fenomeen wat ongrijpbaar. Jeugdboeken met humor zijn er volop te vinden, maar net als met een mop kan het zijn dat je een humoristisch verhaal heel grappig vindt of juist heel flauw. In Geen Beste Dag voor Voodoo van Jeff Strand gebruikt Tyler samen met zijn beste vriend Adam een voodoo-pop om een docent te pesten. Maar dat loopt vrij snel uit de hand met doldwaze, gruwelijke avonturen. Veel realistischer, maar ook grappig, is E. Luister eens van Goura Sharif over de 15-jarige Pakistaanse Mahmoud die in Oslo opgroeit tussen twee culturen. Genant van Kate Weston gaat over de 14-jarige Kat die in een hilarisch dagboek haar feministische drang beschrijft, maar zichzelf daarbij steeds voor schut zet. In pogingen iets van het leven te maken lees je het dagboek van de bejaarde Hendrik Groen die zich groen en geel ergert aan andere bejaarden en zijn verzorgingstehuis wat tot leven probeert te brengen. Rapper Pepijn Lana schreef met Schumach enkele korte absurdistische verhalen over een agressieve bever, een hitsige dwergen en een hoop andere gekke personages. Straattaal was nog nooit zo grappig. En deze verhalen zijn niet voor de tere zieltjes. En in Invasie op het eiland van Marten Mantel landen megawormen uit de ruimte op het eiland Texel, waar ze voor complete chaos zorgen, wat een hoop humoristische scènes oplevert. Een bijzonder subgenre binnen de verhalende humor is de parodie. En vooral in de Engelstalige literatuur kun je dit soort boeken vinden. Zoals Barry Trotter, The Hunger Pains en Board of the Rings. Al in deze titels proef je het flauwe en melige gehalte. In het Nederlands kennen we dit subgenre eigenlijk niet. Alleen het beroemde 19e-eeuwse boek De Max Havelaar is geparodieerd door Martijn Adelmunt met Max Havelaar met zombies, waarin zowel de straten van het 19e-eeuwse Amsterdam als de plantages op Java worden bezocht door de ondoden. Een ander subgenre is de pastiche, oftewel boeken die spelen met elementen uit populaire verhalen of met gebeurtenissen die in bepaalde genres vaak voorkomen. Een van de bekendste en leukste pastiches is het Transgalactisch Liftershandboek van Douglas Adams. Een boek dat op een originele manier gebruik maakt van science fiction elementen, maar er dan telkens een eigen draai aan geeft. Je zult nooit meer hetzelfde naar dolfijnen kunnen kijken en je leert het antwoord op de belangrijkste vraag uit het universum. In de paragraaf Vermaken en Ontroeren leer je ook over stijlfiguren en beeldspraak en hoe je deze in gedichten kunt herkennen. Naast gedichten zijn er ook poëtische verhalen, oftewel verhalen in vrije versvorm, waarin de poëzie in dienst staat van de personages en hun daden en gedachten. 67 seconden van Jason Reynolds is zo'n verhaal in vrije versvorm, waarbij de broer van Will is vermoord en Will met pistool in de lift staat om actie te ondernemen. Sarah Crossan heeft meerdere boeken geschreven met zo'n poëtische opzet. In Nieuwe Maan vertrekt Joe naar zijn broer die op het punt staat de doodstraf te krijgen. En intussen ons probeert Anna het leven weer op te pakken als haar grote geliefde Connor, met wie ze stiekem een relatie had, plotseling overlijdt. Tot slot in deze video enkele boeken waarbij het lastig is om het droog te houden. Ontroering is in veel boeken, zelfs als ze grappig zijn, altijd wel te vinden. Maar de volgende boeken boren misschien wel extra lagen aan diep in je ziel. In Zolang de citroenbomen bloeien van Zulfa Katou leeft de jonge Salama in Homs, de hoofdstad van Syrië, waar een burgeroorlog woedt. Haar ouders zijn overleden, haar broer is weg en ze werkt als vrijwilliger in de stad waar ze de grootste verschrikkingen meemaakt. Jude en Noah zijn de hoofdpersonen in Ik geef je de zon van Jenny Nelson. Ze zijn een tweeling, maar ze groeien uit elkaar na een tragische gebeurtenis. Het vertelperspectief in Als ik blijf van Gil Forman ligt bij Mia die in coma ligt. Ze kan niet bewegen of praten, maar ze ziet en hoort alles om haar heen. Heeft het zin om in leven te blijven als je weinig meer hebt om voor te leven? In het grote misschien komt Miles op een nieuwe school. Hij maakt vrienden en wordt verliefd op het meisje Alaska.
Het boek is opgebouwd uit een ervoor en erna en het is aan de lezer om te ontdekken wat daar precies middenin zit. En in de wijde hemel van Alice Bolt wordt het verhaal verteld door een overleden meisje van 14 jaar dat op een vreselijke manier om het leven is gekomen. Toch biedt dit boek ook hoop en positiviteit. Waar ik deze video begon met een lach, eindigen we met vrij dramatische en treurige gebeurtenissen. Boeken beslaan nu eenmaal het hele spectrum aan emoties dat we in een leven tegen kunnen komen. Soms hebben we behoefte aan wat flauwe grappen, maar soms ook aan dramatiek. Waarbij we hopelijk dan ook kunnen vaststellen dat het met ons eigen leven helemaal niet zo slecht gesteld is.